Hallo en welkom bij deze avond van Follow the Money in Pakhuis De Zwijger. Ik ben Frederik de Jong en wij hebben het komende uur over de toekomst van de luchtvaart. Gaan we terug naar het oude niveau van 500.000 vliegbewegingen per jaar? Dat zijn ongeveer 700 vliegtuigen die op één dag landen en weer opstijgen. Of is dit misschien het moment om na te denken over de toekomst, over krimp? De geleerden zijn daar nog niet uit, maar dit uur nemen wij alvast een voorschot. Stel nou dat er krimp nodig is, of dat het zelfs gewenst is. Hoe zal de luchtvaartsector er dan uit gaan zien, kunnen gaan zien? En wat verliezen we daarmee? 5 gasten heb ik, 4 daarvan hier live in de zaal. Net zoals het publiek, heel leuk om weer echte mensen te zien. Helaas is een van de hoofdpersonen, Ties Joosten, de schrijver van een boek over KLM, De Blauwe Fabel, in quarantaine. Ties, hallo. Ja, je kijkt ook heel sipjes. Maar je hebt je wel voor de gelegenheid mooi aangekleed. Welkom bij deze bijeenkomst die eigenlijk draait om jouw boek, hè? Dankjewel. Live vanuit Rotterdam. Ja, eerst maar even. Jij hebt dus een boek geschreven over KLM. Waarom eigenlijk? Nou ja, zoals je weet, ik ben de klimaatjournalist van Follow the Money. Dat betekent dat ik me focus op sectoren die veel broeikasgassen uitstoten. Ik heb over van alles geschreven. Ik ben ooit begonnen over de Rotterdamse haven. Ik heb over energiebedrijven geschreven, over de landbouw. En zo kwam ik op een gegeven moment ook bij de luchtvaart terecht. Ik zat daar al helemaal in. Ik kende de jaarrekeningen van Schiphol en de KLM al zo'n beetje uit mijn hoofd. En toen kwam corona en toen werd de luchtvaart met de grootste crisis uit zijn bestaan geconfronteerd. En dat was eigenlijk voor mij het moment om steeds dieper op die sector in te duiken. En dat heeft geresulteerd in het boek. En wat wij de laatste tijd horen, als we iets horen over KLM, in het begin van de coronacrisis was het natuurlijk dat veel vliegtuigen stilstonden, dat we niet meer vlogen. En toen kwam de overheidssteun. En nou blijkt uit jouw boek, dat is een van de meest in het oog springende zaken, dat dat geld wat de overheid geeft, in dit geval op dit moment 3,4 miljard, daar gaan we het straks ook nog over hebben, maar dat is helemaal geen uitzondering. Jij toont aan met je boek dat dat eigenlijk al 100 jaar gaande is. Wist jij dat nou ook van tevoren en ben je dat gaan onderzoeken of was dat voor jou ook een verrassing? Nee, dat was voor mij zeker een verrassing. Kijk, ik ben eigenlijk begonnen mijn zoektocht bij het Tweede Kamerdebat naar aanleiding van de coronasteun. Ik hoopte echt dat we daar een soort rationeel debat zouden gaan zien met argumenten voor en tegen de luchtvaart en politici die de degens kruisen op basis van argumenten. En wat ik eigenlijk zag was een barrage aan loftuitingen aan de KLM. Al die politici hadden het over het blauwe trots, blauwe fabel. Maar blauwe trots, blauwe familie. Dat de KLM staat voor alles wat goed is aan Nederland. En van daaruit realiseerde ik me dat de KLM op een heel andere manier dan rationeel economisch benaderd wordt in Nederland. En met die gedachte ben ik gaan kijken van hoe lang speelt dat nou eigenlijk al? En hoe lang speelt die liefde voor de KLM al een rol bij beleidsafwegingen? En daarmee ben ik dus onderzoek gaan doen. En dan ben ik ook gaan kijken naar de geschiedenis van het bedrijf. Maar ik ben er inmiddels achter dat ze gewoon inderdaad bij iedere grote crisis vallen ze terug op de overheid. Maar dat wist ik niet. Dat was voor mij ook een ontdekking. Je gaat vanuit dat zo'n bedrijf ook zo nu dan toch wel eens op zijn eigen benen staat. Maar in iedere crisis is het eigenlijk toch de overheid die de achtervang is. En ging dat dan in al die 100 jaar steeds om miljarden? Nou nee, in het begin natuurlijk niet. De KLM is alsmaar groter gegroeid. De luchtvaartsector in Nederland is alsmaar groter gegroeid. Vliegtuigen zijn steeds duurder geworden. Dus de schuldpositie van de KLM is steeds groter geworden. Dus bij een crisis, tegenwoordig spuit het geld echt de onderneming uit als er even een paar dagen niet gevlogen kan worden. Ja, dat was vroeger natuurlijk anders. In het begin was het bedrijf veel kleiner en ging het om tienduizenden, honderdduizenden guldens. Je ziet eigenlijk de kosten voor de overheid iedere keer groter worden, omdat de sector groter wordt en de marges splinterdun blijven en het bedrijfsmodel gewoon uitermate wankel.
uiteindelijk kom je ook in je boek, zonder al te veel te verraden, want het is erg leuk om te lezen. Dit is niet het enige wat erin staat uiteraard. Maar aan het einde werk jij eigenlijk ook toe naar de vraag hoe nu verder? En dan besteed je ook een deel aan krimp en vandaar ook deze avond over krimp. Maar we hebben meerdere gasten waarvan er meerdere ook zeiden, ja, maar hallo, kunnen we zomaar hiervan uitgaan dat dit gaat gebeuren of een feit is? Hoe benader jij dat? Nou, kijk, ik benader het uiteindelijk als klimaatjournalist. En voor mij zijn er in het klimaatdebat, gecombineerd met de luchtvaart, zijn er maar een paar waarheden. Eén is ik heb goed mijn best gedaan, dat heb ik bij andere sectoren ook gedaan, om te kijken wat is hier nou de technofix. Kan dit op een technologische manier opgelost worden, zoals we bijvoorbeeld in de energiesector zien. Dat zie je door de oogharen wel richting windenergie, zonne-energie, kernenergie bewegen. Daar wordt juist een soort wedstrijd tussen die, wat nou eigenlijk je favoriete voorkeur heeft qua energievoorziening. Dat debat zie je in die sector plaatsvinden. Bij de luchtvaart is er helemaal geen debat. De luchtvaart heeft geen technofix. Dus dat is waarheid één. En je weet wel dat de uitstoot hoe dan ook heel vlug naar beneden moet om gewoon binnen de grens van het klimaatakkoord te blijven, te komen eigenlijk. Nou, die twee waarheden gecombineerd leert mij dat er geen enkele andere optie is vanuit het klimaatoogpunt dan krimp. En daar zitten dan allerlei andere maatschappelijke voordelen eventueel aan vast. Dat is ook wel berekend door de onderzoekers, onder andere van CE Delft. Maar mijn uitgangspunt is, het kan niet technologisch gefixt worden en het moet wel gefixt worden. Dus dan hou je krimp over als optie. Oké, nou en vandaar het thema van deze avond. Jij gaat ook luisteren, net zoals de rest van het publiek. En aan het einde van het uur kom je weer even terug met jouw visie op het uur. Dus tot straks. En dan ga ik verder in gesprek met Kees Kools. Hallo. Dag. Goedenavond. Bestuursadviseur, jarenlang hoogleraar corporate governance, corporate finance in Groningen, in Tilburg nu, ook gelieerd aan de University of Tilburg nog steeds. En jarenlang als bestuursadviseur gewerkt voor de Boston Consulting Group. En voor dat bedrijf heeft u onder andere jaren terug een reorganisatie, niet geleid, maar geadviseerd neem ik aan, bij de KLM. Ja, een grote reorganisatieproject op Schiphol. Op Schiphol? Voor Schiphol of voor de KLM? In de opdracht van de KLM, alle activiteiten van de KLM op Schiphol. Oké, dus u bent bij beide bedrijven zeer dichtbij geweest? Ja, en ook een keer voor Schiphol zelf, het bedrijf Schiphol, de strategie mede bedacht. Oké, dus u kwam in de boardrooms, hè, van beide bedrijven. Heeft u daar warme herinneringen aan? Ja, soms werd het er wel heel heet, ja. Want? Ja, als we felle discussies hadden bijvoorbeeld. En waar gingen die? Want bijvoorbeeld die reorganisatie is 30 jaar geleden. Nou, dat was eind jaren 90. Ja. Eind jaren 90, ja. Oké. Ja. En hoe verhit, waar ging het over? Nou, kijk, dat had in dit geval overigens niet eens zoveel impact op het aantal arbeidsplaatsen of het aantal werknemers, maar wel dat de processen echt helemaal anders zouden moeten worden ingericht. Nou, en dus het is gewoon altijd bij bijna alles, verandering doet pijn. En niet iedereen is het ermee eens. En de vakbonden en de werknemers, die zijn heel sterk op Schiphol. Ik herinner me nog, toen dreigden ze gewoon een kwartiertje langer in de kantine te blijven zitten. Dus niet eens een staking. Ja, binnen 2 uur hadden we Wim Kok aan de lijn, de toenmalige premier. Dus die hebben daar een enorme macht om. Want als die vliegtuigen niet de lucht in gaan, ja, dan zijn er grote problemen internationaal enzovoort. Dus dat was om verschillende redenen wel spannend. En is toen het woord krimp ooit al eens gevallen? Of ging het altijd over groei? Nee, dat woord was toen nog niet uitgevonden, denk ik. Nee. En het was ook zo dat het beleid is jarenlang natuurlijk voor heel veel bedrijven. Groei is key. Ja, groei is key. En dat is voor alle bedrijven. Misschien weer een algemene opmerking over. Kijk, het aandeelhouderskapitalisme waarin wij leven, ook in Europa. Als een bedrijf een hoog rendement heeft en er wordt veel geld verdiend, dat is prima, dat is fijn, daar kunnen de aandeelhouders van leven. Maar als de koers omhoog willen of moeten, beleggers beleggen omdat ze willen dat de koersen omhoog gaan en wat dividend. Maar de koersen, je zou kunnen zeggen, de koersen van de beste bedrijven,
die gaan het minst omhoog. Want koersen van aandelen gaan alleen maar omhoog als het nog beter gaat. En je kunt maar op twee manieren kun je het zorgen dat het economisch nog beter gaat. Eén is een hogere marge, dus meer geld verdienen per euro. En de andere is groeien. Dus vandaar dat beursgenoteerde bedrijven altijd die druk hebben om maar te blijven groeien. En het rendement te verbeteren. Dus het rendement, die marge, daar is natuurlijk een einde aan. Je kunt niet eindeloos prijzen omhoog, kosten omlaag. Dus dan is er nog maar één weg, dat is groeien. En als je dan niet meer groeit, dan stijgen je aandelenrendementen niet meer. Nou ja, en dan verlies je aandeelhouders. En, nou ja, en dat is een van de belangrijkste stakeholders, zoals dat heet, van de CEO's en van de top van bedrijven. Zorg, er zal bijna nooit een beslissing worden gemaakt door de top van beursgenoteerde bedrijven, die ten gunste is van andere belanghebbenden, maar ten koste gaat van de aandeelhouders. Omgekeerd wel. Nou ja, en dat systeem, daar moeten we natuurlijk vanaf. Ja, dat is eigenlijk een ander onderwerp, hè? Dat we van het systeem, we zitten nu in dat systeem. Dat is wel dit onderwerp. Want waarom zouden we moeten krimpen? Waar gaat dit hele boek over? De enige reden is omdat er niet meer gegroeid mag worden vanwege klimaatproblemen. Dus economisch is groei noodzakelijk voor beursgenoteerde ondernemingen. Dus als een beursbedrijf gedwongen wordt om niet eens meer te groeien, maar zelfs ook nog te moeten krimpen, nou ja, dat is wel heel bijzonder. Dat gaat niet zomaar zonder slag of stoot. Nee, en u heeft een beetje aan het begin eigenlijk van de coronacrisis gezegd, ook met dit in het achterhoofd neem ik aan, gezien het feit dat we het gewoon hebben over een beursgenoteerd bedrijf, moet de KLM helemaal zijn hand niet willen ophouden bij de overheid? Ja, dus inderdaad. Hè, dus Ties Joost, ik was gisteren gevraagd om hier aan deel te nemen. Ja, u vroeg nog of u tweede keus was, maar dat was niet zo. Nee, dus, maar daar wou ik het niet eens over hebben. nee, maar toen had ik... maar ik kende dat boek niet. Het is me net tussen de bedrijven doorgelukt het boek te lezen. Een heel mooi boek. Pas nadat ik het uit had vanmiddag, constateerde ik dat ik eigenlijk met bijna alles eens was. Dus toen dacht ik, ik had eigenlijk nee moeten zeggen, want dat heb ik nog te vertellen. Maar ja, dat was... Nou ja, maar kijk, het gaat hier... Had u naar nummer 3 moeten gaan, is ook zo wat? Nee, het gaat hier namelijk niet over wel eens niet. Dus dit is een avond waarop we vooruitdenken. Stel dat er krimp aankomt, hoe dan? Ja. Nee, maar dat artikel wat ik vorig jaar of het jaar ervoor in de Volkskrant schreef over KLM, dat ging over een probleem wat ook bij KLM speelt en een beetje bij Schiphol. Dat de KLM heeft niet, wat net werd gezegd, 3,6, maar 12... Nee, sorry, de hele Air France KLM heeft 12 miljard steun gekregen tijdens corona samen. Dus niet alleen die 3,6 waar Joost het net over had, maar ook nog... Ja, ik noemde dat, maar inderdaad, in totaal is het 12 miljard. Ja. Dus de salaris, de loonsteun, ja. enzovoort. 12 miljard. En nummer 1 in Nederland, 4 keer of 10 keer zoveel, weet ik niet meer, als nummer 2, Holland Casino. Maar dat had nooit mogen gebeuren. Want er is geen enkele reden waarom, er is echt geen enkele reden waarom de KLM wel gesteund zou moeten worden. Bovenop de standaard coronasteun van die salarissteun van die NOE, ik weet niet meer. Daarbovenop nog 3,6 miljard. Want juist als beursgenoteerde onderneming had de overheid moeten zeggen, wat KLM moeten bedenken, we gaan gewoon aandelen uitgeven. Sterker nog, dit is een koopje. Er was een koopje. Want het aandeel stond heel laag. De koers stond nooit lager dan toen. En tegelijkertijd was het wel duidelijk dat de overheid nooit KLM failliet zou laten gaan. Dus als je op de bodem dat aandeel kunt kopen en het bedrijf kan niet failliet gaan, de facto. Nou ja, dat is het droom van elke belegger. Dus u weet zeker dat er dan een soortgelijk bedrag was opgehaald door aandeelhouders? Nou, dat had ik door beleggers? Dat was even de vraag welk bedrag nodig zou zijn geweest. Kennelijk in ieder geval 3,6 miljard. Ja, dat was ook niet allemaal meteen nodig. Het was ook nog heel onduidelijk natuurlijk, hoe het uiteindelijk zou uitpakken met die coronacrisis. De grootste cruisebootjes, zo heet de carnaval. Dus de moeder van de Holland-Amerika-lijn, al die cruiseschepenbedrijf. Die had toen al 3 keer aandelen uitgegeven tijdens de coronacrisis. En de mensen die de eerste keer waren ingestapt, was toen oktober 2020, hadden al 100% rendement gehad. ING is toen met 10 miljard gesteund
tijdens de financiële crisis door de overheid, door Wouter Bos en Bernard Haar, had nooit mogen gebeuren. Ze hadden gewoon naar de koers. Maar zegt u dan ook, oké, ze hadden dus nooit dat geld moeten vragen, want ze hadden aandelen kunnen uitgeven. Ja. Maar u schrijft dan zelfs, en zelfs als er een faillissement zou komen, dan nog is er geen man overboord. Nee, want het is helemaal niet zo, dat is echt een fabeltje, over fabeltjes gesproken, KLM al zeker niet. Kijk, over Schiphol kun je nog iets zeggen, maar KLM is absoluut niet cruciaal voor de Nederlandse economie. Maar zo wordt het wel gepresenteerd door de regering bijvoorbeeld. In dit boek ook wel. Ja, maar nog niet iedereen heeft het boek gelezen. Hè? Ja, daarom vertel ik het ook. Ja, maar ik wil vooral weer. Ja. Ja, oké, maar zo wordt het wel even. Want mensen die dit horen denken nu, hallo, wij krijgen juist de hele tijd te horen van de overheid dat het zo cruciaal is en die mensen kunnen hun baan niet kwijtraken. Dat is echt onzin. Nou, ik heb wat ik niet wist, heb ik nu gelezen. Normaal gesproken krijgt het is echt ook lachwekkend, een bedrijf pas het predicaat koninklijk na 100 jaar. KLM had het al gekregen voor ze opgericht waren. Nou, enzovoort. Kijk, van Schiphol zou je nog iets kunnen zeggen. Maar ook daarvan, ook daar klopt het niet. Het ligt met hoe je telt. Maar een derde of twee derde, afhankelijk van hoe je telt, van de passagiers, dat zijn transferpassagiers. Die stappen alleen maar over. Hè. Die komen, weet ik wat, uit Istanbul. Die stappen hier over en vliegen door naar New York of Amerika of andersom. Die voegen hier sowieso al helemaal niks toe. En die worden zelfs gesubsidieerd, ook nog eens een keertje via interne verrekeningen. En van het overige, al dat distributieverhaal, dat is maar zeer beperkt. En zeker, Nederland heeft Fokker failliet laten gaan. Imtech, het grootste een paar jaar geleden. V&D, OGM, DSB, enzovoort. De standaardpolitiek van de overheid is, we steunen bedrijven niet. Behalve bij banken en bij de KLM. Oké, de banken, alleen systeembanken. DSB is ook, heeft men ook laten gaan. De systeembank, want dan stort de hele economie in. Dus als ING failliet gaat, dan kunnen er geen salarissen meer betaald worden. Kan er niks meer dan. Oké, dat is echt een groot probleem. De drie grote banken in Nederland. Maar KLM, KPN ging ook bijna failliet. Die hebben toen op het laagst op 1,50 euro aandelen uit moeten geven. Hebben ze 4 miljard opgehaald. Nou ja, dat heeft de overheid ook gewoon. Nee, dit is echt. Dit is wat in die zin is dit. Kan ik dit boek ook wel zeker aanbevelen? Het is fantastisch om te lezen. Het lijkt nu net alsof je bent ingehuurd om het boek te promoten. Ik heb nog wel een kritische opmerking waardoor je het eigenlijk helemaal niet meer moet lezen, dadelijk. Oh. Oké. Nou bewaar die nog even. Want ik wil nog even weten, zelfs al zou KLM failliet gaan, en dan zegt u, dan kunnen ze altijd of een doorstart maken, of als ze echt failliet gaan en niet meer terugkomen, laten we dan eens kijken naar Sabena in België, waar dat gebeurd is in 2001. Daarvan is de economische schade helemaal niet zo groot geweest. En dat was één zinnetje, maar toen dacht ik, waar baseert u, hoe weet u dat? Ja, er zijn. Dit waren de voorbeelden die ik net noemde in Nederland. En net over de grens, België, mijn vaderland. Dus het deed wel een beetje. Is dat zo, ja? Ja, dat zeg ik toch? Ja. En de vraag is, ik bedoel meer van, oh god, dat wist ik niet. Dat had ik eigenlijk moeten zeggen. Wat leuk, ja. Ja, dus inderdaad, was het 2004 of 2003, ik weet niet precies. Toen heeft gewoon de Belgische overheid, willens en wetens uiteraard, Sabena gewoon failliet laten gaan. Dat is de Belgische blauwe zwaan. Of wat het. Omdat zij zeiden, kijk, dat is een bedrijf, daar gaat het slecht mee, sorry. Het was al natuurlijk een paar keer gestoond, maar ze zeiden ook. Het is klaar nu, het is op. De analyse gedaan van wat is de economische belang. Dat hele begrip Mainport, wat er ooit geplakt is op Schiphol dan. Dat klopt niet. Kennen ze daar niet? Nee, maar dat klopt ook niet voor Nederland. Maar dat werd daar niet gebruikt. Nee, want Nederland is het enige land die zijn of haar grootste luchthaven Mainport noemt. Dat doet verder niemand anders. Dat is voor havens bedoeld. Kijk, Rotterdam is wat anders. Je kunt Rotterdam niet verplaatsen. Maar al die passagiers die overstappen op Schiphol, die kunnen ze ook Frankfurt doen of in Abu Dhabi of weet ik wat. Maar goed, dat is later natuurlijk uitvoerig geanalyseerd. De effecten van het faillissement van Sabena. Er is toen een doorstart gemaakt. Die hebben het uiteindelijk even niet gehad. Uiteindelijk daarna weer wel. Nou, en ik geloof dat na 5 jaar, na
voor je versie nog kon vaststellen, 5% of zo, of minimaal. Ja, van de activiteiten, maar op het BNP, op het totale economische product van België, echt volstrekt verwaarloosbaar. Maar dat is bijna bij alle faillissementen ook, van DAF of Imtech of wat dan ook. In no time zijn de mensen weer aan de slag. Ja, behalve degene die inderdaad, zeg maar, 60 of relatief oud zijn, dat wordt het dan lastig. Maar voor 90-95%, dat is echt, dat is nog wel het grootste fabeltje. Oké, maar kennelijk vinden wij, zeg ik maar even, in Nederland het heel moeilijk om de KLM los te laten. Hè? Want dan gaat het, als het gaat over liefde en loslaten. Heeft u daar ook iets van gemerkt in die boardrooms? Dat u wel eens dacht van, dat het gaat hier behoorlijk irrationeel aan toe? Ja, dat sowieso. Maar niet. Ja? Ja, nee, kijk, ik zeg wel eens de strijd die beursgenoteerde of grote ondernemingen voeren, de strijd intern tussen de bestuursleden en tussen de verschillende divisies en onderdelen. Omdat ze uiteindelijk heel veel mensen willen die top bereiken. En ieder onderdeel heeft zijn eigen belangen. Allemaal in verschillende markten. Die moeten ook om het geld vechten voor investeringen enzovoort, enzovoort. Die strijd en die politieke spelletjes en die hiërarchie en die burgerzie, dat is veel erger dan de strijd tussen bedrijven. Want als het even kan, dan maken ze natuurlijk onderling afspraken. Maar was dit erger? Want u bent bij allerlei bedrijven langs geweest. Was dat echt anders dan bij andere bedrijven? Oh, zo op die manier. Nee. Dat is in die zin niet. Maar u vroeg ook de KLM en Nederland. Hè? Ja. Ja, dat is echt. Dat is magisch. Maar kijk, vliegen is ook magisch. Hè? Als je in het vliegtuig. Ja, maar dat gold dan toch ook voor de Belgen met Sabena. Oh, voor hen was het ook magisch. Maar ze hebben het wel laten gaan. Ja, maar België, wij kunnen dat niet, kennelijk. Ja, maar België bestaat niet. Hè? Er is maar één Belg, dus de koning. Je hebt Vlaanderen. Oké, we gaan Wallonië. Nu. Nee. maar dan even weer terug naar die krimp. Als die zou komen, als die komt. Waar hebben we het dan eigenlijk over? Minder luchtvaartmaatschappijen? Minder luchthavens? Of? Nee, kijk, als het om. Kijk, dit boek gaat over KLM. Het laatste hoofdstuk gaat om krimp. Het is best wel ingewikkeld in die zin dat, op de eerste plaats wat al gezegd werd, voor heel veel activiteiten zijn er alternatieven. Vervoer heb je elektrische auto's en in allerlei andere sectoren zijn er nog wel nieuwe technologieën, nieuwe alternatieven. Dat is hier niet zo. Althans beperkt, dat is maar beperkt zo. En het lastige is dan hier dat in ieder geval moet je geen krimp voorstellen voor KLM. Want het gaat natuurlijk om heel Nederland. Het gaat om het klimaatprobleem, het CO2-probleem, even simpel gezegd, voor Nederland. Dus je moet het over Schiphol hebben. Dus je moet inderdaad, zoals daar stond, dit gaat over de luchtvaart, niet over KLM alleen. Dus dan zou je beperkingen en krimpen moeten voorstellen voor de luchtvaart, voor Schiphol dus. En moet er dus, ja, dit is echt in die zin. Nou, het eerste wat je moet doen is natuurlijk Lelystad is tot 220 miljoen in gaan zetten. Dat moet je natuurlijk sowieso niet doen. Want de enige bedoeling van Lelystad. Even, want dat gaat heel snel. Hè. Misschien weet niet iedereen dat. Maar er is dus het plan, nou dat is er al, Lelystad Airport, maar het is nog niet officieel open. En het idee is dat dat is gecreëerd, zodat KLM eigenlijk verder kan groeien. Zodat zeg maar alle één op één vluchten, dus vluchten van hier, dus niet overstappen, maar alle vakantievluchten, simpel gezegd, gewoon een enkeltje heen en later terug, dat dan naar Lelystad zou gaan. Zodat KLM met die transfer, met die passagiers die internationaal hier overstappen, dat KLM dan door kan groeien. Dus het eerste wat je moet doen is Lelystad, ook ondanks die 22 miljoen, maar dat geld is toch al uitgegeven, niet openen. Vervolgens zou je dan beperkingen moeten stellen of krimp. Maar dan moet je dus goed afvragen. Want dan zou KLM zo'n beetje het enige bedrijf zijn wat je vraagt om te krimpen. En dan komen we omdat zij de grootste gebruiker van Schiphol zijn. Ik zeg het fout. Schiphol, ik zeg het fout. Schiphol. Ja, dus wat bedoelt u? Er zijn nu 500.000... vliegbewegingen, dat is het streef, dat was het. Ja, 500.000, ja. Dat zou dan naar 350.000 of iets dergelijks moeten, zullen we dadelijk ook met onderbouwd horen. Nou, dat wordt natuurlijk aan geen enkel bedrijf gevraagd. Bedrijven wordt gevraagd nu om het CO2 te beperken. En omdat met de luchtvaart dat moeilijk zou zijn. Ja, zou dan. Maar dat wordt dan toch juist wel gevraagd. Want als je die aantal vliegbewegingen omlaag brengt, dan breng je ook de CO2-uitstoot omlaag. Er wordt van geen enkel bedrijf gevraagd om te krimpen. Aha. Okay. Andere bedrijven die, ja, net zoals Tata zelfs, hè, enzovoort. Behalve dan de steenkolen, hoe heet dat, de kolencentrales. Dus dat is al wel iets. En iets anders wat dan wel bijzonder is, als er dan een reorganisatie zou komen. Kijk, bij de meeste reorganisaties is het de directie
tegenover de rest van het bedrijf. De directie vindt dat er bezuinigd moet worden, want de rendementen moeten omhoog en er moet meer geld naar de aandeelhouders enzovoort. Hier zou het niet de directie versus de recht van het bedrijf zijn, maar het hele bedrijf tegen de overheid. Want er is maar één manier om dat voor elkaar te krijgen, dat is om het af te dwingen. Dat is om het af te dwingen. Maar dan nog zou ik zeggen, voordat je dat doet, en toen ik dat erin dook, dat ik dus één ding zeg, is echt ongelooflijk. Maar wacht even, u zei net, voordat je dat doet en toen, wat wilde u toen zeggen? Wat ik nu ga zeggen. Oh. Nee, dus de luchtvaart moet BTW gaan betalen, zoals iedereen. Ja, want dat doen ze niet. Er is geen accijns op kerosine, is absurd. Ze doen niet mee met het klimaatakkoord van Parijs. De CO2-uitstoot telt niet mee op de CO2-balans van Nederland. En wat ik echt, dat is dan op zich niet zo, heeft groot effect, maar symbolisch vond ik het echt ongelooflijk. Toen de coronacrisis op gang kwam en alles moest dicht, 1,5 meter enzovoort enzovoort enzovoort. In de trein elke keer 2 stoelen ertussen over. De enige plek in heel Nederland waar je gewoon hutje-mutje nog naast elkaar mocht zitten, was in vliegtuigen. Dat is ook weer een mooie, mooi, maar in ieder geval een symbool van die liefde voor het vliegen. Niet iedereen is verliefd op het vliegen en of op de KLM en of op Schiphol. We hebben een portret van een familie die al decennia lang te maken heeft met Schiphol, want zij wonen onder de rook van Schiphol. Daar is een portret van gemaakt. Ik ben Noortje Lapert, ik ben 34 jaar en ik woon al mijn hele leven in Assendelft. Ik ben Winnie de Wit, ik ben 67 jaar en ik woon sinds 1982 in Assendelft. Ik ben Wil de Wit en ik ben 92 jaar. Ik ben weggegaan uit de Zaanstreek vanwege de vliegtuigen. Ik zei tegen de uitbreiding van de luchtvaart. Zonder dat daarbij het leefmilieu van de mensen op de grond wordt meegenomen. Ik vind het belangrijk dat mijn moeder deze strijd aangaat. Omdat het gaat om het leefklimaat van de burgers die onder de aanvliegroutes van Schiphol wonen. En als je je niet laat horen, dan gebeurt er zeker niks. Ik ben begonnen in zo rond 1990 met de plannen voor de polderbaan. Omdat het doorging, heb ik het bijltje erbij neergegooid. Het gaf te veel negatieve energie. Wij konden vroeger op school konden we de ramen niet open hebben omdat als het warm was. Omdat je dan de juf niet meer kon verstaan. En straks gaat Sarah op dezelfde plek naar school. Dus die kan dan ook de ramen niet open hebben. Ik ben begonnen weer in 2017, want toen werd onze Sarah geboren, eerste kleinkind van ons. Sinds ze kleinkinderen heeft, strijdt ze daar nog veel sterker voor. Het deed haar zoveel verdriet om te zien eigenlijk dat mijn dochter net zoveel last van de vliegtuigen heeft als dat ik dat had op haar leeftijd. Ik vond me rust in Heerhugowaard, maar ja. Sinds vorig jaar is dit ook weer over. Want ze komen nu laag over ons huis heen zetten. Ik overweeg zelfs te verhuizen naar een plek waar minder vliegtuigen zijn. Ondanks dat ik mijn huis heel mooi verbouwd heb en er met heel veel plezier woon. Ja, zijn toch die vliegtuigen erger dan ik zou willen. Dat doet me ontzettend veel verdriet. Hoe goed ik het ook begrijp. Ja, de coronatijd, dat was een heerlijk voorjaar, in ieder geval wat buiten betreft. En gewoon lekker in de tuin zitten zonder al te veel vliegtuigen. Dat was echt heerlijk rustig. Zoals wonen hoort te zijn eigenlijk. Je moet zuinig zijn op die kleine kindjes, wat ook mijn achterkleinkinderen zijn. Je moet toch gewoon veilig kunnen wonen. En dat kan naar mijn idee hier niet. Dit portret is gemaakt door Merel Kan van het Zaans mediaplatform De Orkaan.
toepasselijke titel. En dit hebben we vertoond om even weer, hè, want we hebben het over strategieën, getallen. Het gaat dus over mensen, dat weten we wel. Maar af en toe is het goed om dat even weer aan te stippen. Er zijn twee categorieën mensen, denk ik dan, zou ik zeggen. Dus er zijn mensen, want ik heb het, mensen die daar al lang, die altijd gewoond hebben of heel lang wonen, en op een gegeven moment verandert de wereld om je heen. Er zijn ook mensen die daar willens en wetens zijn gaan wonen. Nou, dan zeg ik dat je niet moet gaan wonen. Maar als je daar woonde en de wereld verandert, en er zijn, ja, dan voor die groep is het dramatisch. Hè. Ik zou nog één laatste kritische opmerking maken over dat boek, toch? Nee, dat komt straks wel. Nee, want we gaan even naar Hans Buurman van de werkgroep Toekomst Luchtvaart. Van harte welkom, meneer Buurma. U bent van die werkgroep en dat is een bewonersorganisatie, opgericht in 2009. En u bent, dat vind ik wel mooi omschreven op de site, voorstander van een goed leefklimaat. Toen dacht ik, ja, daar kan eigenlijk bijna niemand tegen zijn. Iedereen wil een goed leefklimaat. En u heeft gezegd met elkaar, laten we ook eens nadenken over krimp en laten we dat ook eens gaan berekenen. Wat houdt dat nou in en wat moet er dan allemaal gebeuren? En dat komt u ons hier presenteren. Ja. Gaat uw gang. Dank u wel. De oprichting van de werkgroep Toekomst Luchtvaart is daarnet verklaard door die dames. Want dat was de aanleiding. Ik woon in Hilversum en daar hadden we ook last. Maar ik merkte vooral toen ik bij de commissie overleg luchtvaart Schiphol, de gemeente Hilversum vertegenwoordigde, wat er voor ellende was in de regio. En wij kijken overigens niet alleen naar het leefklimaat, ook naar het klimaat. Daar heeft Ties al het een en ander over gezegd. En tegenwoordig ook stikstof. Dat zijn allemaal zaken waar overigens de coalitie zich nu actief mee bezighoudt. We hebben beleid op alle drie de gebieden. Stikstof, CO2 en leefomgeving. En wat luchtvaart betreft wil de coalitie, en dat hebben ze in het coalitieakkoord gezet, de negatieve effecten van luchtvaart verminderen. Ze hebben niet ingevuld hoeveel, dat moet dus nog gebeuren. Maar ik denk dat die drie beleidsgebieden die ook in het coalitieakkoord worden aangegeven, duidelijk een richting van krimp uitwijzen. Ik heb het overigens over heel Schiphol, en dat geeft me de vrijheid om Dick Benschop te parafraseren. Die heeft het altijd over gematigde, gecontroleerde groei. Laten wij het hebben over gematigde, gecontroleerde krimp. Dat moet ook kunnen. Die coalitie wil niet alleen de negatieve effecten verminderen, maar ook de hubfunctie behouden. Ja, en dat lijkt een heel strijdige aangelegenheid te worden. Het lijkt ook een beetje op de oude dubbeldoelstelling. En het is wel intrigerend. Want het gaat niet om die hubfunctie eigenlijk, als je goed leest, maar om een ander doel, namelijk om de uitstekende verbondenheid van Nederland, zoals die was in 2019, om die te behouden. En daar heb je dan volgens de coalitie een hubfunctie voor nodig. Dus er zijn twee doelen, maatschappelijke doelen, die verbondenheid en die negatieve effecten. Dan is er ook nog werkgelegenheid. Op het moment dat je krimpt, wordt dat minder. Maar dat gebeurt dan in een omgeving met veel vraag naar mensen. En dat lijkt wel redelijk goed op te vangen. Dus ik ga door op die verbondenheid en die negatieve effecten. Is er een hubfunctie denkbaar waarin je zowel voor die verbondenheid kunt zorgen uit 2019 als voor een substantiële vermindering van die negatieve effecten? Die oplossing geeft de coalitie niet, is wel op zoek. Vindt ook dat deskundigen zich daarmee bezig moeten houden. Dat vinden wij trouwens ook. En dat hebben we dus bekeken vanuit, en dat is de volgende sheet, vanuit een analyse die een van onze mensen, Piet Bonenkamp, heeft gemaakt van 320 bestemmingen van Schiphol. En daar hebben we gekeken in hoeverre zijn die bestemmingen voor Nederland essentieel. Voor die verbondenheid van Nederland essentieel. En dan gaat het dus om reizigers die direct van Schiphol naar een bestemming reizen. Dus dat noemen we thuismarktpassagiers of origin destination passagiers.
Maar in ieder geval, mensen die van en naar Nederland vliegen, want het zijn ook bezoekers. En dan zie je dus in dat linker vakje bovenaan, dat groene vakje staan, dat ze dat doen vanwege de handel. We hebben een hele grote internationale handel. Dus we hebben in eerste instantie gekeken naar die regio's die veel internationale handel hebben met Nederland. Toerisme, dat zijn eigenlijk dezelfde luchthavens bij megacities. Leveranciers van toeristen, maar ook ontvangers van toeristen. En vakanties. En we hebben dat op een rij gezet en zo komen we tot de conclusie. Het gaat te ver in dit kader om dat precies te zeggen, maar u kunt op onze website die toelichting wel vinden. 160 bestemmingen zijn belangrijk vanwege die handel en toerisme. En 50 bestemmingen zijn belangrijk vanwege vakanties. Dat zijn de populaire oorden rond de Middellandse Zee, maar ook een aantal intercontinentaal. Bij elkaar 210 bestemmingen. Er waren er 320. Er zijn er ook nog 110 die niet essentieel zijn voor Nederland. Maar meer voor de transferpassagiers. En transfer is een belangrijk onderdeel van de hubfunctie. Als je die bestemmingen zou afschaffen, althans niet direct zou aanvliegen, omdat het gaat om transfers en dat vervoer helemaal niet bijdraagt aan die verbondenheid, dan zie je dat 12 miljoen van de 26 miljoen overstappers dan niet meer via Schiphol reizen, maar via andere havens of direct, dat zou nog mooier zijn. En dat betekent 80.000 minder vluchten. 40.000 heen, 40.000 terug. En er zijn trouwens nog meer vluchten waar je kunt zeggen die dragen niet aan die verbondenheid bij. De ultra goedkope stedenvluchten. En dat heeft juist de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Maar daarvan zeggen we ja, dat kun je missen. Bij elkaar gaat het hier over 100.000 vluchten. Dat is het tweede blauwe blokje. Kijk je dan naar links, dan blijkt daar dus uit dat je het kunt doen met 400.000 vluchten. En dat die hubfunctie met 14 miljoen transferpassagiers kan functioneren. En die uitstekende verbondenheid uit 2019 ook kan regelen, ervoor kan zorgen. Dezelfde netwerkkwaliteit en capaciteit voor het vervoer van 42 miljoen directe passagiers van naar Nederland. Het oorspronkelijke aantal was 45 miljoen, maar die goedkope reizen, daarvan rekenen we dat er 3 miljoen passagiers besluiten om niet te vliegen. Dan blijft er dus 400.000 vluchten over. Die verdelen we in 350.000 vluchten die op Schiphol blijven en 50.000 vluchten die door de trein kunnen worden overgenomen. En ook dat staat in het coalitieakkoord dat dat noodzakelijk is. Dus dan kom je uit op zeg 350.000 vluchten en een hubfunctie, maar dan een kleinere hubfunctie, niet de oorspronkelijke met 500.000 vluchten. Dat is een teruggang van 70%. En dat betekent dat de negatieve effecten van deze luchtvaart met 30% teruggaan. En daarmee hebben wij, denk ik, een voorbeeld van een integrale oplossing die zorgt voor dezelfde verbondenheid en afname van de negatieve effecten. We vinden, zoals ik al zei, het wel nuttig dat externe deskundigen of onafhankelijke deskundigen dit gaan toetsen. Want wij zijn tenslotte een bewonersvereniging, dus we zijn niet helemaal onpartijdig, om zo te zeggen. Maar het kan ook nog met minder vluchten. Dan moet je dus nog wat meer bestemmingen indirect bereikbaar maken. Die op dit moment wel handel hebben, maar betrekkelijk weinig handel. Dan wordt dus de netwerkkwaliteit ietsje minder, de verbondenheid wordt ietsje minder. Maar de negatieve effecten kunnen we bijna 50% omlaag. En ook die variant is met name in Amsterdam aangenomen als een reële variant. Het is aan de coalitie, het is aan de regering om tussen deze twee uitersten te kiezen, denken wij. Er zit wel een ander onder het gras, want wat we eigenlijk suggereren is dat je dus heel precies en slim kijkt naar dat systeem van bestemmingen. En dat je dus keuzes maakt. Maar de overheid mag geen bestemmingen kiezen. Dat is in de EU afgesproken. Dat doen de luchtvaartmaatschappijen zelf.
toch is die afname nodig. Wij zeggen, om te beginnen kun je de dialoog tussen overheid en sector, en niet alleen KLM, maar ook andere maatschappijen, onder druk zetten door van die 350.000 vluchten een plafond te maken. Een richtpunt voor het herstel wat momenteel gaande is. En onder dat plafond is het niet alleen de KLM die ze moeten bezuinigen in bestemmingen, maar ook de andere carriers. Want ze moeten allemaal 30% omlaag. En dan krijg je dus een, hopen we, een vruchtbare dialoog tussen overheid en sector, die aanvankelijk waarschijnlijk heel moeizaam zal zijn. Maar als het plafond er eenmaal is, ja, dan zal men toch wel moeten. En dan hopen we dat de KLM kans ziet om zijn businessmodel te veranderen. Het zij direct, het zij na een doorstart bij faillissement. Dat weten we niet. Wij hopen dat dit voorstel wat we bij de politiek neerleggen, en waarvan we ook onderdelen al langzaam beginnen terug te zien. Kremers had het al over, dat moeten dus externe deskundigen onderzoeken. Ik denk, die kreet kennen, want dat hebben ze geschreven. Dan denk ik dat de toekomst van Schiphol er anders uit gaat zien. Althans, dat hoop ik zeer. En dank voor uw aandacht. Dank u wel, meneer Buurma van de werkgroep Toekomst Luchtvaart. Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren, Tweede Kamerlid, van harte welkom. En Joost van Doesburg van de FNV, campagneleider, ja. Luchthaven. Schiphol, klopt. Schiphol. Applaus voor meneer Buurma. Hij zegt ook, ik zie het al terug in de coalitie, dus hij kan nu echt met pensioen gaan? Nee, of? We hebben Hans Buurma nog heel hard nodig. En laat ik beginnen met... Want u kent hem goed. Wij kennen elkaar vanaf 2017, denk ik, toen ik het luchtvaartdossier ging doen. Maar laat ik beginnen met te zeggen dat ik het eigenlijk fantastisch vind dat we op een avond als deze, het is voor mij in ieder geval de eerste keer, ik denk ook de eerste keer in Nederland, een discussie hebben over de luchtvaart die niet groei als uitgangspunt neemt. En ik denk dat dat echt heel fijn is om even te markeren. Het is heel bijzonder. Wat ook best bijzonder is, als je trouwens googelt Partij voor de Dieren luchtvaart, dan krijg je meteen het woord krimp. En dan staat er een streven van, ik meen 300.000 vliegbewegingen of 350.000. Maar daar zitten we nu eigenlijk al op door de crisis. Dus dat doel is bereikt. Ja, het zou je wel kunnen zeggen. Waar het niet dat de hele luchtvaartsector zich opmaakt om weer voluit gas te geven, letterlijk. En weer 4 miljard kilo kerosine op Schiphol te gaan tanken. Dus ja, het klopt dat het nu een krimp is, even door COVID. Maar als het aan de luchtvaartsector zelf ligt, wordt er weer fors ingezet op groei. En wat is de stand van zaken rondom de natuurvergunning die Schiphol moet verkrijgen? En die ze moet verkrijgen door inderdaad CO2-uitstoot omlaag te brengen? Nou, dat is een drama. Dat is eigenlijk ongelooflijk dat een bedrijf als Schiphol kan functioneren eigenlijk zonder vergunningen. Want dat is jarenlang gedoogd. Dat is jarenlang gedoogd. Dat is ook een van ik denk, wat het is heel goed beschrijft. Weer een fan van het boek? Ja, absoluut. Het is een soort avond voor de fans. Kijk, Ties, nou ja, moet ook lachen. Ja. Ja. Zeker, want het laat zo goed zien die speciale positie die de luchtvaart heeft in Nederland. En eigenlijk over de hele wereld. Het is heel bijzonder dat de luchtvaart bijvoorbeeld niet meedoet of mee hoeft te doen aan Parijs. Dat ze zich buiten elke strikte afspraak heeft kunnen lobbyen. En we zien dus kennelijk, want even over Parijs. Wij praten nu over de liefde voor KLM, hè, en al het gedoogbeleid. Maar kennelijk, dat heb je dus... Ja, ik gebruik dat woord graag. Maar dat is in het buitenland dus kennelijk ook zo. Want ook de andere luchtvaartmaatschappijen hoeven zich niet te houden aan het Parijsakkoord. Ja, je kunt zeggen dat vanaf, laten we zeggen, na de Tweede Wereldoorlog er een enorm sterke lobby geweest is om die liefde op te bouwen. Dat had in 1945 na de oorlog een hele goede reden. Volkeren met elkaar verbinden, dus stimuleren van luchtvaart. En die heroïek in de jaren 30, wat ook Ties zo mooi beschrijft. Dus dat is heel zorgvuldig gekweekt, die liefde. Maar het is een holle liefde. Het is een liefde destructieve liefde eigenlijk. En nou is het jammer, want ik ging ook een heel eind mee in dat verhaal. Ik dacht, nou, dat volgens mij kan dat wel geregeld worden. Totdat meneer Buurma zei, ja, het addertje onder het gras, de overheid mag niet bestemmingen schrappen. Die mag daar geen oordeel over geven wat een rendabele bestemming is en wat niet. Of een belangrijke bestemming. Ja, wel het oordeel, maar ze mogen niet
Nee, ja precies. Ze mogen dat van vinden, maar niet beslissen erover. Dat is nogal een adder. Nou, dat is een enorme adder die we... met adders moet je altijd oppassen natuurlijk en vrij laten rondlopen. Maar het is waar en het is ook een voorbeeld van hoe die sector zich helemaal losgelobbyd heeft van nationale wetgeving. Het is zelfs zo dat in het... Maar dit valt niet terug te draaien. Alles valt terug te draaien, want mensen hebben het verzonnen. Ja, oké, maar als alleen de Partij voor de Dieren dit wil, dan schiet dat dus niet op. Het is wat je wel kan doen als overheid. En dat is ook gebeurd, onder andere door ons allemaal, zou je kunnen zeggen. Is dat er nu een CO2-plafond is, ook voor de luchtvaart in Nederland. Dat mag je best bepalen. En het is natuurlijk ook zo dat die luchtvaart zo buiten haar grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid gegroeid is. Dat nu zelfs de rechter ook zegt, ja, maar dan komen echt fundamentele rechten komen in gevaar. Dus dat is wel degelijk, ook al heeft die luchtvaartlobby zich buiten elke werkelijkheid eigenlijk geplaatst, dat er wel degelijk grenzen zijn. En die grens wordt onder meer dus misschien opgelegd door die natuurvergunning die door al dan niet wordt... Maar u zegt het is een drama en in welk opzicht is dat dan een drama? Het schiet niet op of... Het schiet niet op en wat blijkt nou, Schiphol zegt dan dodelijk, ja kijk, 100 jaar geleden, we zijn 100 jaar geleden opgericht, toen had je geen natuurvergunningen. Dus hebben we er nu ook niet één nodig. Dat was hun eerste lijn van verdediging. Ja, dat is natuurlijk lachwekkend, überhaupt dat je dat als serieus bedrijf gaat zeggen. Omdat we 100 jaar zijn opgericht en er waren nog geen natuurvergunningen, hebben we er nu niet één nodig. Meneer Van Doesburg, u kent Schiphol ook door en door. Een apart bedrijf, ook in uw ogen? Nee, zonder meer. De luchtvaart is aan zich gewoon heel apart in de hele wereld geregeld. De premier Rutte die heeft het over IATA alsof dat een wetgever is, terwijl dat gewoon de belangenvereniging van de wereldwijde luchtvaartmaatschappijen is. En inderdaad, ze doen alsof ze een soort van regelgever zijn. En daar luisteren alle landen naar. We hebben het vandaag over krimp. Ik vertegenwoordig al die mensen die op Schiphol werken, die in de luchtvaart werken, in de beveiliging, in de schoonmaak, in de winkeltjes. En velen maken zich zorgen over de ontwikkelingen rondom de luchtvaart. We gaan met hen in gesprek en eigenlijk is iedereen het erover eens, behalve de echte die-hard believers in de luchtvaart, dat alle signalen, zowel op stikstof, CO2, omwonenden, op rood staan. Maar alleen, niet alleen dat signaal staat op rood, maar ook hoe de luchtvaart met zijn medewerkers omgaat. Dat signaal staat ook op rood. Maar betekent dit dat die mensen zelf zeggen, ja, ik snap dat ik misschien over 2 jaar of een jaar mijn baan kwijt ben? Nou, ik denk dat helemaal niet eens hoeft. Want we zitten nu op 350.000 vliegbewegingen door corona, gedwongen door corona. En op dit moment, de mensen die op Schiphol werken, niemand wil meer eigenlijk op Schiphol gaan. Niemand wil meer werken er? Ze hebben heel veel vacatures openstaan en het aantal mensen neemt af in plaats van dat toeneemt. Maar dat is wel in meer sectoren zo. Ik maak me zorgen over de mensen die deze zomer weer met het vliegtuig op vakantie gaan. Gaat hun koffer ook mee? Wie gaat hun qua veiligheid controleren? Want er zijn gewoon onvoldoende mensen die op Schiphol willen werken voor het bedrag dat daar nu voor aangeboden wordt. En hoe komt dat? Nou, ik vind het mooi om dat even te illustreren met uw uitspraak. Schiphol is de Ryanair onder de luchthavens. Die heb ik even op me laten inwerken de afgelopen dagen. Ja, die vinden ze zelf minder leuk. Ja, ja, maar en wat bedoelt u daarmee? Nou, als je gaat kijken naar de kosten om op Schiphol te landen en vanaf Schiphol te vliegen, dan is de luchthaven Schiphol de allergoedkoopste grote luchthaven van Europa. Het is extreem veel goedkoper dan in vergelijking met Zaventem, Frankfurt, Parijs-Charles de Gaulle of al helemaal met London Heathrow. En wat gebeurt er als een luchthaven heel goedkoop is? Dan komen er een heleboel low-cost carriers deze kant op. Die extreem goedkope tickets willen aanbieden. Niet omdat er een vraag is om ergens naartoe te vliegen, maar omdat zij de vraag creëren met die hele goedkope tickets. Dat zet de toon op de luchthaven Schiphol. En de luchthaven Schiphol die dacht van, wij kunnen nog goedkoper worden door zoveel mogelijk afhandelingsbedrijven naar ons toe te halen. Want op een normale luchthaven heb je 2 afhandelingsbedrijven die de bagage in het vliegtuig stoppen, die je begeleiden naar het vliegtuig.
Maar op Schiphol heb je 8 afhandelingsbedrijven die met elkaar een moordende concurrentie aangaan. Die moordende concurrentie die zorgt ervoor dat vliegen vanaf Schiphol steeds goedkoper worden. Maar die zorgen er ook voor dat die mensen die op de luchthaven werken steeds slechter betaald worden. Steeds kortere diensten mogen draaien. En eigenlijk ook steeds vaker in zeer flexibele contracten blijven hangen en heel weinig zekerheid hebben. Maar is het dan, want u zegt Schiphol vindt het een iets minder leuke benaming. Ja. Maar zij hebben dit toch zelf zo gecreëerd? Ja, samen met KLM, samen met onze Nederlandse overheid. Want je kunt, en de Tweede Kamer. Je kunt alleen maar als een klein land een grote hub zijn als je de luchthaven van heel Europa wil zijn. En dat is Schiphol geworden. Schiphol is geen nationale luchthaven. Schiphol is eigenlijk de Europese luchthaven. En want we hebben niet zo heel veel tijd meer, maar ik wil weten van u, niet want, en ik wil graag weten van u, die krimp. U bent daar als FNV-man ook voor? Nou, wij vinden in tijd dat er een grote krapte is op de arbeidsmarkt, dat je niet naar de kwantiteit van werkgelegenheid moet kijken, maar dat je echt naar de kwaliteit van werkgelegenheid moet kijken. Wij denken, als je het aantal vliegbewegingen reduceert of gelijk houdt met wat het nu is, want dat is eigenlijk het meest ideale, dan hoeft er sowieso niemand ontslagen te worden. Maar er zijn al heel veel mensen ontslagen. Er zijn al heel veel mensen ontslagen, maar die zijn al een paar jaar weg. Die komen ook niet meer terug, want die hebben elders een betere baan gevonden. Dan kunnen de luchtvaartmaatschappijen zich veel meer gaan richten op de meest winstgevende routes en daar hun activiteiten op concentreren. Dus u denkt dan, sorry dat ik u onderbreek, maar u denkt dan dat er niet meer mensen ontslagen hoeven worden, terwijl er wel nog gekrompen kan worden? Als je het aantal vliegbewegingen houdt op 1000 vluchten per dag, dus 500 starts, 500 landingen, dat doen we nu ook. Dus, en nu hebben we al een groot personeelstekort. Nu zijn er eigenlijk al te weinig mensen die dat willen doen. Als je gaat krimpen en jezelf gaat inzetten op die vluchten die het meest winstgevend maken, dan zorgt er ook voor dat KLM bij de volgende economische crisis niet weer hoeft aan te kloppen. Maar krimpen en het aanpassen van het businessmodel, dat is kostbaar, dat is lastig. Ja, en dat niet alleen, dat is nogal wat. Wat meneer Buurma zegt, 110 bestemmingen afschaffen, dat doe je ook niet zomaar. Nee, en hoe kun je ervoor zorgen dat de juiste bestemmingen worden afgeschaft? Dat kun je doen. Daar kan je 30 jaar over discussiëren. En daar mag de politiek geen besluiten nemen, maar je kunt de luchthaven wel een stuk duurder maken op het niveau van London Heathrow. En London Heathrow heeft ongeveer 0% low cost. Low cost carriers, Ryanair's en dergelijke. 0%? Die vliegen daar niet meer? Die vliegen niet naar London Heathrow toe. Okay. Dus als je de luchthaven duurder maakt, dan biedt dat ruimte om mensen netjes te betalen. Maar dan neemt ook de vraag van niet zeer noodzakelijke vliegers neemt dan af. Nou, meneer Kools, als zelfs de FNV zegt, kom maar door met die krimp. Dan, wat staat er dan nog in de weg? Nou ja, ook omdat de FNV niet in haar eentje het voor het zeggen heeft. Maar het leidt nog heel veel in de weg. Maar nee, er is, omdat er geen alternatief is, geen andere innovaties en zo, denk ik dat het goed zou zijn om dat in ieder geval op daarop in te zetten, om dat te gaan onderzoeken. Zeker. Wat ik alleen niet zo goed begrijp is die adder onder het gras. Want als de overheid inderdaad zou zeggen niet meer dan 350.000 vliegbewegingen en de KLM en andere vliegmaatschappijen die mogen dan in vrijheid bepalen welke. Nou, ik neem aan dat die toch wel ervoor zullen zorgen dat de meest winstgevende overblijven. Dus zij zullen ook wel het nieuwe model zo gaan creëren dat die minst winstgevende, ook degene met de minste toegevoegde waarde, dat die worden geëlimineerd. Dus dat probleem, dat zal niet exact hetzelfde zijn, maar dat probleem dat zie ik niet zo. Oké, en dan even, hoe ver is er al iets te zien aan deze nieuwe coalitie dat anders is dan de vorige coalitie? Gebeurt er al iets op dit vlak? Ja, vorige week was een belangrijk moment. Ook dat zullen we ons misschien herinneren als een kantelpunt, is dat de staatsagent die aangesteld is na de laatste aankoop verstrekking van leningen bij. Ja, dat is een hoge ambtenaar, die wordt staatsagent genoemd. Hè? Wordt die genoemd staatsagent 007, lijkt het wel. Ja, en dat betekent. Die heeft serieus gezegd, er moeten een aantal dingen gebeuren. Misschien moeten de eisen aan die leningen worden bijgesteld aan duurzaamheid. Maar veel belangrijker, eigenlijk
zei hij van we moeten ook kijken naar het andere verdienmodellen voor de luchtvaartmaatschappij. En dat is toch wel ingeslagen als een bom. Het is ook bevestigd door minister Kaag van Financiën. We hebben natuurlijk meteen nagevraagd, want dat betekent eigenlijk ook weer voor het eerst dat het heilige groeidenken van de luchtvaart in Nederland doorbroken is. Is dit En daarin zie je dus wel degelijk een kanteling. En laten we niet vergeten, jouw 1000 vliegbewegingen en 500 per dag, één opstijgend vliegtuig is een miljoen vrachtwagens aan luchtverontreiniging. Ja, maar heel even. Nog steeds overschreven. Ja, maar nog even voor de duidelijkheid: die staatsagent, is de liaison eigenlijk tussen de Air France KLM en de Nederlandse overheid en alle voorwaarden die daar al dan niet aan verbonden zijn aan die staatssteun. En die man heeft dus gezegd: ga eens naar een ander businessmodel kijken, namelijk ga eens. Wat heeft hij ook voorbeelden gegeven? Nou ja, in de luchtvaart moet je echt elke woord op een goudschaaltje leggen. Dat heeft hij nog niet gezegd. Maar alleen het feit al dat hij dat gezegd heeft, dat er mogelijk andere verdienmodellen onderzocht moeten worden, heeft tot echt grote paniek geleid in de luchtvaartsector. Oké, dit is een heel mooi moment. Sorry, meneer Kos. We gaan heel even. Nee, daar komen we zo op. Mooie cliffhanger. Ja, zeg. We gaan namelijk. Ik ga even afronden voor dit moment. Want deze uitzending wordt uitgezonden op. Waar eigenlijk niet, hè? Mensen op AT5 en op Salto. Dus hartelijk dank voor het kijken. Als u nou zegt. Ja, nou heb ik Ties gemist. Die komt zo dus terug. En de zaal gaat dan ook vragen stellen. En dat wordt ook allemaal opgenomen. Kunt u terugvinden op de site van Follow the Money bijvoorbeeld. Dus ga daar ook eens naartoe, ftm.nl. Voor nu, bedankt voor het kijken. Nu gaan we door. Ja? Ja, we zijn er weer. Zo, mensen. Hallo. Nu kunnen we even achteroverleunen. Eerst wil ik Ties er even bij halen. Want het is natuurlijk een schande dat ik hem niet op tijd in dat uur heb weten te persen. Zegt meneer Buurma. Ja, dat woord kan je wel gebruiken. Ties, hallo. Ben je er weer? Horen wij jou ook? Ik ben er. Ik weet niet of jullie me horen. Jij bent er, ja. Nou ja, zoals gezegd, dit wordt ook opgenomen en is vast wel weer ergens terug te vinden op onze site dus. Ik kom zo. U gaat al inpakken, nee toch? Uitpakken. Ja. Ties, wat is. Wat is jouw indruk tot nu toe? Hebben we voldoende gesproken over krimp? Nee, nog lang niet. Precies. Nee, kijk, het is een keer terecht dat gezegd wordt dat het de eerste keer is dat krimp zo nadrukkelijk met de luchtvaart in verband wordt gebracht. En dat het een nieuwe benadering is. Het is tot dusver echt alleen maar over groei gegaan. Ja. Dus we kunnen nog veel meer over krimp praten. Al was het maar omdat, we hebben net een voorstel gehoord over. Hoe je de krimp kunt organiseren met een maximale verbondenheid met grote economische centra als uitgangspunt. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet het uitgangspunt te zijn om krimp te organiseren. Er kunnen andere redenen zijn of andere optimalisaties zijn. Dus bijvoorbeeld? Dat gesprek kan er wel over gaan worden. Nou ja, er zijn allerlei mogelijkheden. Misschien moet de luchtvaart wel. We weten bijvoorbeeld dat we te maken hebben met een enorm tekort op de arbeidsmarkt. Misschien moet de luchtvaart wel ingericht zijn om dat probleem op te lossen. Dus dat er zoveel mogelijk werknemers waar hier in Nederland behoefte aan is, hier naartoe gehaald worden om hier te komen werken. Om hier de energietransitie in goede banen te leiden of asperges uit de grond te halen. Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Misschien vinden we vakanties wel het allerbelangrijkste. Het kan ook dat we vinden dat mensen die lang aan uitgewerkt hebben, ieder jaar recht hebben op een vakantie. Moet daar veel meer de optimalisatie zitten. Zo zijn er talloze manieren om volgens mij te kijken naar hoe je krimp en dan de capaciteit die dan overblijft optimaal inzet. Ja, oké. Okay. Ik kom zo bij u, de mensen in de zaal. Dus bedenk vast de vraag, of misschien heeft u dat al een uur lang en kunt u niet langer wachten. Maar ik wil heel even, want meneer Van Raan, u zegt, de speciaal gezant, de staatsagent, heeft gezegd, er moet echt op een andere manier gekeken worden naar de luchtvaart. Maar meneer Kools zegt dat dat niet waar is.
Nou, ik had, nou niet toevallig natuurlijk, maar vanmiddag dat stukje lezen van Jeroen Kremers. Zo heet die staatsagent, Jeroen Kremers, ja. De tweede voortgangspartij. Kijk, op de eerste plaats wat hij, u zegt liaison, kijk, heel precies wat hij doet is, dat was onderdeel van de steunmaatregelen van de overheid aan KLM, dat er een staatsagent, dat is een noviteit, zou worden aangesteld die toeziet op het nakomen van de gemaakte afspraak. En die heeft toegang tot alle, dat is wel heel bijzonder, tot alle vergaderingen, voor zover relevant. Hè. Dus raad van bestuur, raad van commissarissen, alles. Daar mag hij bij gaan zitten. En wat hij letterlijk schrijft, daarom pakte ik even uit. Inderdaad, heroverweging van het bedrijfsmodel, maar daar staat er meteen achter meer flexibiliteit. Meer flexibiliteit om op onzekere omstandigheden enzovoort in te spelen. Dat is toch echt wat anders dan krimp en... Meneer Van Raam? En echt een fundamenteel ander bedrijfsmodel. Het ligt net iets genuanceerder, blijkt. Nou, daar wil ik best wel een eind in meegaan. Ik heb ook in het debat hierover, toen ik de minister hierop bevroeg... van, god, klopt het wat Kremers gezegd heeft over dat andere verdienmodel? Zij bevestigde dat. Ik heb er wel bij gezet. Ik kan me voorstellen dat... de invulling van andere verdienmodellen niet dezelfde is als de Partij voor de Dieren. Dus dat, in zoverre herken ik het wel. Maar nogmaals, het gegeven dat het wel ter discussie wordt gesteld... en hoe je dat dan invult, een tweede is... dat is, laten we zeggen, voor de, ja, misschien de voorbijganger die denkt... nou, waar hebben ze het over? Maar wij hebben dat toch echt opgepakt, en de luchtvaartsector ook... als redelijk van, oké, hier is wat aan het gebeuren. Want dat was je vraag. Wordt er nou anders gedacht in de coalitie... Nou ja, wij denken van wel. Is er eigenlijk al een officiële reactie van KLM en of Schiphol hierop of nog niet? Nou, ze hebben natuurlijk hun spreekbuis in de Telegraaf natuurlijk gebruikt. En wat zeiden ze daar? Nee, dat kan niet en we zijn het er niet mee eens en we vinden het niet redelijk. En waar bemoeit die man zich mee? Dat hij te veel ruimte zou pakken. Hij pakt te veel ruimte, wordt dan beleefd gezegd. Maar wat is volgens mij de staatsagent, ik vind het een hele vreemde naam. Maar wat hij volgens mij heeft gedaan en wat volgens mij terecht is. Op dit moment is het businessmodel van KLM natuurlijk. Zoveel mogelijk mensen vanuit allerlei kleine luchthaven naar Amsterdam halen. En dan vervolgens intercontinentaal verder de wereld inbrengen of vice versa. Ze zien, daarvoor heb je een zeer hoge beladingsgraad nodig. Dus zeer volle vliegtuigen om dan winstgevend te houden. Veel meer als dat je alleen maar OND-bestemmingen hebt. Dus alleen maar OND, origin and destination. Dus alleen maar bestemmingsverkeer hebt. Maar wat het grote probleem is dat alle bedrijven wereldwijd van deze coronacrisis hebben geleerd. En zeggen van ja, we kunnen eigenlijk best veel minder gaan vliegen. Dus... het businessmodel van KLM lijkt weggeslagen te zijn door de coronacrisis. En je moet dus op zoek gaan en kijken of je huidige businessmodel nog wel past. En als dat niet meer past door de ontwikkelingen als gevolg van het coronavirus, dan moet je dat gaan aanpassen. Ik denk dus dat dat een wijs besluit is, toekomstgericht is en dat het terecht is dat dit onderzocht wordt. Daarnaast, wat ik al eerder zei, je ziet gewoon dat alle uitstoot van stikstof, CO2, geluidsoverlast, slechte arbeidsvoorwaarden, dat echt automatisch toe leidt dat niet meer zozeer krimp een politieke vraag is, maar meer gewoon een maatschappelijk gegeven. Als niet de Tweede Kamer overgaat tot een matiging van de luchtvaart in Nederland. En ik wil eigenlijk liever niet spreken over een krimp, want we hebben nu 350.000 vliegbewegingen. Als je naar 500 zou gaan, dan zou dat weer een groei zijn. Als je dat neemt, dan heb je een grote stap gezet in het meer in balans brengen met de luchtvaart, met wat er gevraagd wordt. En ik denk op dit moment dat er ook niet meer mensen zijn om überhaupt dat werk te doen op de luchthaven. Om die koffers naar het vliegtuig te brengen. Om de mensen te fouilleren. En daar, dat is ook een heel belangrijk aspect waar we gewoon mee te kampen te krijgen de komende jaren. Er zit toch ook wel een beetje een vreemde paradox in de hele discussie, ook in dat boek. Hè? Aan de ene kant is dat in het boek en is de realiteit... En ook het verwijt aan de overheid dat de overheid voortdurend al 100 jaar lang
steun geeft? Steun geeft dat KLM, zoals het heet, aan het infuus ligt van de overheid en echt al vele tientallen miljarden in de loop van die 100 jaar. Aan de andere kant zijn er dus problemen met die groei. Maar die groei is voor KLM dan net de manier geweest en nog steeds om rendabeler te worden. Sterker nog, toen Air France en KLM gingen fuseren en toen is KLM opeens enorm gegroeid en nog nooit winstgevender geworden in 13 jaar achtereenvolgens dan in die tijd. Dus die groei, en dat is de ene kant het verwijt van ja, voortdurend gaan ze bijna failliet. Maar ze moeten wel. Maar de enige manier om daaraan te ontkomen is groeien en rendabeler te worden. En ook wel efficiënter. Maar ja, als ze dan weer te efficiënt worden, dan gaat het weer niet goed met de arbeidsomstandigheden. Dus het is wel een paradoxale situatie. Maar je ziet dat de winstmarges bij KLM steeds dunner worden. Ze verdienen nog maar in een goed winstgevend jaar, dan verdienen ze eigenlijk nog maar een kop koffie aan een passagier. En dan is de enige manier om nog winstgevend te worden, groeien. Of de luchtvaart veel duurder te maken. Oké, prima. Ja, dat is prima. En er is nog een paradox. KLM zegt, ja, wij willen we willen verduurzamen. Maar dan moeten we wel eerst groeien, want die verduurzaming kost zoveel geld. Dat kunnen we nu niet doen. Nou ja, en kijk, die paradoxen ontstaan ook alleen maar als je denkt, als je naar race naar de bodemeconomen, ik weet niet of u daar een van bent, maar race naar de bodemeconomen, die zeggen, ja, je moet groeien om te kunnen verdienen, dus ga maar fuseren. Terwijl de grenzen, nogmaals, van de planeet op klimaat, op leefbaarheid, op veiligheid al lang overschreden zijn. En als je dat als uitgangspunt neemt, het fair share naar rato CO2-budget van de Nederlandse luchtvaart is ongeveer in 2030 2,5, 3,5 megaton. Ze zitten nu op 12. Waar hebben we het over? Megaton uitstoot? Ja. CO2. Waar hebben we het over? Schiphol is een van de gevaarlijkste plekken, misschien wel in Nederland, om te werken op het platform. Dat is zo giftig. Eigenlijk zouden wij met de FNV veel meer op moeten trekken, dat het een schande is dat je daar moet werken. En wij moeten optrekken met de FNV? Nou, wie is wij? En FNV als politiek. Even één moment. Meneer Buurma, komt u alsjeblieft aan tafel? En dan ga ik even naar het publiek. Ja, mag ik heel even kort reageren? Nee, nou, maar even niet. Oh. Nou ja, we zijn het wel eens. Ja, oké. Wie heeft er een vraag? Ja. Met de microfoon. Zit niet voor jou? Wat zeg je? Ik ga een beetje zo. Ik moet in de microfoon praten. Oh ja. Ja, excuus mensen in de opname. Ik ging even naar het publiek, maar daar ben ik weer. Een vraag uit het publiek. Ja, ik ben van de platform Vliegoverlast Amsterdam. Wij willen eigenlijk dat Schiphol krimpt naar 230.000 per 2030. Want dan kunnen ze zich aan de Parijsnorm verhouden. Ik zie dat helemaal niet in uw berekeningen, meneer Buurma. Ik heb er wel. Staat mijn microfoon aan? Ja. Ik heb het wel vermeld. Ongeveer halveren. Misschien ietsje meer, ietsje minder. Dat betekent dus dat je probeert om die hub nog zodanig te laten functioneren dat het OD, dus het directe verkeer, kan plaatsvinden. Maar het aantal transfers neemt dan af tot zeg maar 2 miljoen mensen die zelf de luchthaven gebruiken. Dus dat hele transferbeleid dat verdwijnt. En Schiphol is dan geen hub meer. En dat is dus wel degelijk een mogelijkheid. We hebben hem ook uitgezocht en hij staat bij ons op de website. Ik heb ook contact met de bewoners in Amsterdam. We denken alleen dat deze variant niet direct aansluit op het coalitieakkoord. Dus misschien is de politieke haalbaarheid minder groot. Maar we vinden wel dat deze mogelijkheid als een van de mogelijkheden naar voren moet komen. Dat wel. Oké, dus u bent eigenlijk zo realistisch mogelijk geweest. Ja, tuurlijk. Heeft dat geprobeerd, mevrouw? Nee, is jammer dat ik dat niet hoorde, want ik begrijp wat u vertelt. Het lijkt meer alsof u meedenkt alsof de KLM of alsof Schiphol nog wel rendabel zou kunnen zijn. Maar als je naar de Parijsnormen kijkt, dan moet het gewoon minder dan de helft worden. Nou, laten we zeggen dat het opportunisme is om aan te sluiten bij het coalitieakkoord. Omdat je daarmee op korte termijn waarschijnlijk de grootste haalbaarheid hebt. Dus het is een vorm van opportunisme. Maar kijk je naar een mogelijke vermindering, dan vind ik dat het gesprek ook moet gaan over nog meer vermindering dan dit. Ja, zonder meer. Oké, nog een vraag in de zaal. Ja. Mag ik hem even vast?
Goedenavond. Ik heb een vraag en dat is de volgende. Meneer Van Raan, u geeft heel mooi aan dat we grenzen hebben van onze planeet waarin we moeten opereren. En Ties, in je boek heb je het heel erg mooi over inderdaad het klimaat waar we mee te maken hebben en waar de luchtvaartindustrie een grote invloed op heeft. Ik vraag me af, we hebben volgens mij we hebben een mondiaal probleem als industrie. En op het moment dat hypothetisch Schiphol, KLM niet meer zou bestaan, hoe gaan we om met het mondiale probleem wat we hebben? Want die CO2-uitstoot gaat dan niet weg, maar wordt wellicht wel verplaatst naar andere plekken. Dus wat is het antwoord op juist dat internationale probleem dat we zien? Meneer Van Raan? Ja, dank voor de vraag. Misschien gaat Ties ook nog... Ja, Ties komt erna. Oké. Nou, nee, terechte vraag. Als wij hier iets doen en de rest doet het niet, ja, dat proef ik ook een beetje. Wat schieten we dan misschien mee op en wat is daar het antwoord? Ja, het is gewoon een keiharde strijd. Het is helemaal geen prettig gesprek. Ik ben het helemaal met die mevrouw eens. Die zei van praten met Schiphol. Het is een keiharde strijd. Die IATA waar Van Doesburg het over had. Dat is een heel machtig lobbyorgaan. Met een beetje eigen wetgeving. Dus dat zullen we moeten aanpassen. Wat enorm helpt is natuurlijk dat de hele wereld de opdracht heeft. En je moet kijken wat is rechtvaardig om te doen. En eigenlijk zou het super rechtvaardig zijn om juist in Nederland extra te doen. Omdat wij natuurlijk in wezen, en dat staat ook in het Parijsakkoord wat we onderschreven hebben, Nederland een historische plicht heeft om meer te doen. Omdat we al natuurlijk een hele koolstofschuld, zou je kunnen zeggen, hebben opgebouwd. Het betekent bijvoorbeeld dat je in de statuten van zo'n internationaal opererend orgaan moet gaan veranderen. Dat groei, dat is echt ongelooflijk als je je daarin vindt. Daar staat gewoon letterlijk in dat... Het is in het leven geroepen om de groei van de luchtvaart te reguleren. Om dat ordentelijk te laten verlopen. Dus in het DNA van die sector staat, gij zult groeien. Ja. Maar dat is niet zo heel gek toch, als je bedenkt dat het allemaal bedrijven zijn? Nou, het is heel gek als je bedenkt wat voor beslag inmiddels de luchtvaart legt op eigenlijk alles wat ik net even samenvatte in klimaat, leefomgeving en veiligheid. Dan is het ongelooflijk. Als je dat analyseert. En daarom is het, nogmaals, het boek van Ties zo belangrijk. Want die laat dat haar fijn zien. Maar Ties, heb jij in de vraag uit de zaal, begrijp jij dat ook? Van ja, wij kunnen wel dat gaan doen hier, maar wat heeft dat voor effect? En wat doen we dan met de rest van de wereld? Ja, ik begrijp die vraag heel goed. Het is een klassieke vraag eigenlijk. Want dat zie je eigenlijk in iedere sector, in ieder klimaatdebat terugkomen. Dat we niks willen doen uit angst voor weglekeffecten. Want dan zal alles allemaal naar het buitenland verplaatsen. Ik ben daar ook in andere industrieën vaak wel angstig voor geweest, totdat ik me realiseerde dat we helemaal niet het enige land in de wereld zijn dat de strijd met klimaatverandering aangaat. Dus weet je, als stel dat er wat vluchten, omdat wij hier ineens een belasting gaan heffen, dat er wat vluchten daardoor zullen uitweken naar Frankfurt of naar Heathrow. Of weet je, weet je, dat zijn Duitsland en Engeland. Die landen hebben ook het Parijsakkoord ondertekend. Hebben ook zichzelf strenge klimaatdoelstellingen opgelegd. Dus dat ten eerste. En anderzijds vind ik ook dat we... Kijk, waarom de KLM zo'n razend interessant bedrijf is en de luchtvaart zo'n interessante sector is in Nederland naar te kijken, is omdat we hier met ontzettend veel staatssteun voor een klein landje een enorm groot luchtvaartsector hebben opgebouwd. Precies. Daar hebben we zelf decennia lang hebben we ons daar, nou, wat ik in mijn boek beschrijf, hebben we daar geld in geïnvesteerd en onze identiteit aan ontleend. Dat roept ook dat geeft ook de verantwoordelijkheid nu om dus de strijd, die krimp, die moeilijke vraag inderdaad, om ook daar een leidende positie te spelen. En een keer met je neus tegen de lamp te lopen. Op een keer dat die krimp, dat het inderdaad moeilijk blijkt. En dat er dan een vlucht naar Frankfurt gaat die in Nederland ook had kunnen blijven. Ja, dat zij dan maar zo. Dat is niet zo'n ramp. Want overal in de wereld moet de krimp ingezet worden. En Nederland heeft een erezaak om die strijd te leiden. Er zijn inderdaad wel andere voorbeelden op dit moment. D66 was geloof ik de eerste die zei, en dat was natuurlijk nog veel forser. En dat is in no time wordt dat nu al bijna geaccepteerd. De veehouderij, de landbouw en de varkensboeren enzovoort. 50% sluiten. Dat gaat niet over krimpen, dat zijn individuele bedrijven die allemaal moeten sluiten. Nou ja, dat krijgt steeds meer draagvlak. D66 zei je?
Die is de eerste die dat ooit riep. Oh, ja. In ieder geval dat ik het hoorde. Laat ik zo. Oh nee, oké. Okay. Nee, dit is pijnlijk voor meneer Van Raam. Nou, vooral pijnlijk voor meneer. Nou, harde roepen. Whatever. Prima, prima. Nou, maar goed, hoe dan ook. Ja. Ik wil maar zeggen dat die discussie is zo niet zo oud. En het is nu al vrij, voordat er echt volop over gesproken wordt. Ja, en dat gaat nu gebeuren. Zelfde over. Maar wat bedoelt u nu? Dat het heel snel kan gaan? Of? Dat ook een voorbeeld is van een sector waar wij... Dus ik geloof dat wij de grootste exporteur zijn van landbouw. Of het tweede in de wereld. Nou, daar zijn we relatief nog veel groter ten opzichte van het landje dan in de luchtvaart. Ja, en daar moet die krimp ook komen. Dus dat moet hier ook wel komen. En overigens, daar hoor je nog niks van. Dat is ook heel raar. Als het over CO2 gaat, zeker. Dat is de bollenstreek. Met gratis gas. Oké, maar dat is iets waar het nog niet gebeurt. Maar als we kijken naar de veehouderij, dan kunnen we... Kan daar hoop uitgeput worden voor de mensen die krimp willen? Want daar wordt die discussie nu niet alleen volop gevoerd, maar er staan ook al, ik weet niet precies welke getallen, over in het coalitieakkoord. En sommige partijen die willen daar natuurlijk nog verder in gaan. Nou, wat zijn, nu we het toch over hebben, wat zijn daar de plannen op dit moment? Het klopt dat D66 als eerste mainstream coalitiepartij gehalveerd heeft. Daar waar de Partij voor de Dieren al vanaf haar oprichting eigenlijk zegt. Dat moet terug met 75, meer dan 75%. En, ja, maar de coalitie, zegt nu dus 50%. Dat staat vast. Nou, dan moet nog een hoop worden uitgewerkt. Wat je wel ziet en waar ik me zorgen over... Nee, wacht even. Punt even. Maar dat klopt helemaal. Dus die landbouwsector, 100 miljard export. Dus we slepen alles en nog wat hierheen. Fokken dieren op een mensonterende manier. 600 miljoen per jaar. 600 miljoen per jaar. En dan exporteren we weer naar, onhoudbaar. En dat is ook een systeem wat bedacht is, wat dus ook aan het veranderen is. Wat je wel gewoon sterk ziet als je het over een gedwongen krimp hebt, dat dit kabinet heel snel klaarstaat om bedrijven dan te compenseren als het gaat om krimpen, om dat schadeloos te stellen. Dat zie je ook bijvoorbeeld met het sluiten van de kolencentrale. Maar er wordt altijd één groep vergeten. Dat zijn die werknemers. Want je hebt sprinkhanen, kapitalisten die dan zo'n grote kolencentrale opkopen. Die gaan vervolgens onderhandelen met het kabinet. Die krijgen 300 miljoen. Dan moeten er ook een paar honderd banen verloren gaan. Ja, en daar hebben we geen geld voor een goed sociaal plan. En ik denk wel dat we zouden moeten vaststellen, als er banen verloren gaan door klimaatverandering, door de stikstofproblematiek, dan moeten we vooral ook de mensen redden die in deze sectoren werkzaam zijn. Dat staat buiten kijf. 220 miljoen gaat betaald worden voor de volgende, is toch best veel. En het zeg je sprinkhaan, is RWE, de grootste energiebedrijf van Europa. Aan wie gaat er 220 miljoen betaald worden? Er is 220 miljoen gevraagd voor de sluiting van de volgende kolencentrale. Nee, maar het is Maasvlakte Riverstone, die heeft het opgekocht om het vervolgens te verkopen. En datzelfde bedrijf zegt nu, en het sociaal plan voor die werknemers, daar zien we niet zoveel in. We gaan weer even naar de zaal. Ja. We gaan weer even naar de zaal. Kijk, daar links, rechts. Rechts voor de kijkers. Ja, de andere kijkers daar. Ja, dank. Ik luister echt met veel interesse en ook een soort van verbazing naar dit gesprek. Omdat volgens mij, en dat is misschien een vraag waar ik straks toe kom. Ik vind vliegen prachtig. Maar tegelijkertijd zie ik ook dat, ik ben dus niet tegen vliegen, maar ik ben het wel volhartig met iedereen eens dat we iets aan het probleem van het maatschappelijk probleem vliegen moeten doen. Misschien de vraag aan allen aan tafel, is de discussie voeren op het punt duurzaamheid, graaf je daarmee niet je eigen graf? Omdat de discussie waar het eigenlijk om gaat, is dat we belastinggeld gebruiken voor het instand houden van een bedrijf dat niet rendabel is. En het gaat heel veel over CO2-uitstoot, het gaat heel veel over de manier waarop we de klimaatdoelen kunnen halen, maar volgens mij is het slechts een gedeelte van de discussie. Dus de vraag is, als we het laden met enkel een duurzaamheidsprofiel, ben je dan niet een soort van je eigen graf aan het graven voor je argument om iets aan het probleem een onrendabele luchtvaart te doen? Ja, dus bedoel je eigenlijk wat meneer Kools in het begin zei, als je puur bedrijfsmatig kijkt, dan moet je gewoon zeggen, of je houdt je eigen broek op door aandelen uit te geven, of je gaat failliet, want je bent een bedrijf. Bedoel je dat en dat dan het eventuele doel sneller bereikt wordt dan wanneer je inzet op duurzaamheid? Als we morgen elektrisch kunnen vliegen, hebben we dan geen probleem.
Dat is een beetje een andere vraag. Maar oké, okay, als we morgen elektrisch kunnen vliegen, hebben we dan vergeet geen probleem? Sorry, wat zegt u, meneer Buurman? Vergeet het maar. Vergeet het maar. Ja, wacht even, maar dat is het punt niet. Hè? Maar theorie. Maar als, nee, dat begrijp ik. Als, ja. Het antwoord is ja. Dan hebben we geen, ja, ja. Als we geen probleem ja, hebben, hebben we geen probleem. Nee, maar ik denk dat als je gaat kijken naar de groei van de afgelopen jaar, is het vooral een groei van de low-cost carriers. Ja. Die genereren vraag. En ik denk daarom dat het van belang is dat je de luchtvaart veel duurder moet maken. Laten betalen voor zijn uitstoot, voor zijn schade die ze aanrichten. Veel duurder moeten maken. En hoe kun je iets duurder maken? Door vooral het aanbod te laten inkrimpen. Maar wat die meneer zegt, wat daar wordt gesuggereerd van, zit nou eerst in op gewoon puur bedrijfsmatig. En als je, maar daarvoor... Ik ben het ermee eens, maar alleen dan hou je dus alleen maar luchtvaartmaatschappijen over die wel hun broek kunnen ophouden. En welke luchtvaartmaatschappijen kunnen wel hun broek ophouden? Dat zijn de EasyJets en de Ryanairs van deze wereld. En daarmee maken we het probleem juist groter. Zij dragen veel minder bij aan de Nederlandse economie. Ze gaan veel slechter om met hun werknemers. Plus, zij vliegen niet daar naartoe waar de vraag is, maar waar zij vragen naartoe kunnen genereren. Maar als het over duurzaamheid gaat, Ties, dan kom ik even bij jou. Want wat onder meer ook in jouw boek staat, dat was nieuw voor mij, dat juist die low-cost carriers vaker met minder vieze vliegtuigen vliegen. Of heb ik dit verzonnen? Nee, toch? Dat staat erin. Nee, ja, nee, dat klopt, maar dat klopt. Want je zou denken, tenminste, dat dacht ik, van, dat is allemaal goedkoop en is allemaal rotzooi. Dat is helemaal niet waar. Ja, even nu kort door de bocht. We hebben geen tijd meer, mensen. Maar Ties. Dus wat meneer Van Doesburg zegt, van ja, dat moeten we helemaal niet willen, want dan hebben we nog meer problemen. Dat weet ik nog zo net niet. Nou ja, kijk, het gaat natuurlijk weer om de vraag waarop je de luchtvaart optimaliseert. Kijk, als je het optimaliseert op hele lage, op stedentrips en goedkope vakanties naar de Zuid-Franse zon, dan is Ryanair superieur over de KLM, want natuurlijk die vliegen gewoon met een nieuwere vloot. Ik zou alleen de stelling wel aandurven dat luchtvaart met een beperkte capaciteit die de over is, als je het in lijn brengt met klimaatverandering, dat je nog op iets anders optimaliseert dan goedkope vakantie naar de zon. Dat er iets anders is waar het aan moet bijdragen dan zoveel mogelijk mensen vakantie met zongarantie bieden. En dan kom je wellicht op andere routes uit, die misschien inderdaad per route minder rendabel zijn, zeker tegen de prijzen die op dit moment gevraagd worden. Nou, kijk, ik zei dat misschien toen straks snel, maar wat er natuurlijk eigenlijk, wat er eerst zou moeten gebeuren voordat je überhaupt over, nou niet over krimp nadenkt, maar voordat je dat echt gaat realiseren, is dat de luchtvaart wordt behandeld als elk ander bedrijf. Hè, met die BTW en die accijns en buiten Parijs klimaatakkoord enzovoort. Dat is stap 1. Dan worden de tickets vanzelf duurder. Maar dan wordt wel de echte prijs, althans iets wat erop lijkt, begint te lijken, wordt betaald. Dat is de eerste stap. De echte prijs moet worden betaald voor tickets, inclusief al die kosten aan klimaat enzovoort die betaald worden. Dat is stap 1. En dan dat leidt dat vanzelf tot krimp, want dan haakt een aantal passagiers, een aantal klanten haakt gewoon af. En dan zou je vervolgens moeten kijken, wat is er nog meer nodig? Meneer Van Raan? Ja, van harte mee eens. En dan blijkt dat in één keer dat zo'n ticket 700-800 euro. Maar kijk, 8% van de reizigers, veroorzaakt 40% van, en dat zijn zakelijke vluchten. Dus ga nou daar beprijzen. Dus veel vliegers steeds progressiever meer laten betalen. Hoe vaker je vliegt, hoe meer je betaalt. Hoe meer je betaalt. En daar vallen enorme... Ja, want daarover... Stop inderdaad met die fossiele subsidies. Ja. Die de vaart krijgt. Maar er is nog een element. Moet je naar Brussel kijken. Er is nog een element. Ja, vast. Wel. Moet je naar Brussel kijken? Ja, naar Brussel kijken. Want we hebben het niet alleen over de Nederlandse luchtvaart, maar de Europese. En als de Europese luchtvaart gaat krimpen, dan gaan ze dat in Amerika en Azië ook merken. En Brussel heeft de macht om iets met CO2-beleid te doen. En volgens mij zijn ze er ook mee bezig. Vandaar dus dat de sector lobby voert tegen dat beleid. En hier roept dat ze duurzaam zijn. Maar het is echt gaande. En ik hoop van harte dat daar iets uitkomt. Een CO2-plafond of iets in die geest. Want dan ben je inderdaad bezig
om te beprijzen. Want bij een CO2-plafond wordt het vanzelf duurder. Of je moet de CO2 gewoon bij de ticketprijs meerekenen. Alle maatschappelijke kosten meetellen. Dat gaat dus ook tellen voor stikstof in Nederland, maar dat is niet Europees. Maar CO2 is, als het gaat over een breder terrein dan alleen Nederland, is denk ik wel heel belangrijk en dat speelt zich in Brussel af. Zijn er nog vragen in de zaal? Ja, even eerst naar achter en dan komen we bij u terug. Twee mensen achterin, zie ik. Dankjewel voor deze discussie. Zolang we eigenlijk weten dat de overheid nog niet die eerlijke prijs kan afdwingen en de vliegbewegingen reduceert, is eigenlijk mijn vraag aan iedereen hier, ook in de zaal en die thuis meekijkt, om zelf aan de aanbodzijde of aan de vraagzijde. Dus vlieg vooral minder. Ja. Ja, of is dat hetzelfde als ga 2 minuten douchen en ondertussen heeft de industrie het grootste energieverbruik en en is dat heel mooi voor je eigen aflaat, maar zet dat weinig zoden aan? Ik ben serieus eigenlijk. Precies, laat ik dan even onthullen. Ik dacht dat ik het boek van Ties had meegenomen om te laten tekenen. Maar Ties, ik heb de verkeerde gepakt. Ik heb het boek van Jaap Tielbeke per ongeluk uit mijn stapel gepakt. Een beter milieu begint niet bij jezelf. Waarin hij pleit eigenlijk voor strenge regelgeving en belastingwetgeving en alles. Omdat de mythe dat je, als je het nou maar zelf doet, hè, dat is ook precies wat de KLM's en de Shell's van deze wereld jou aanpraten. Van het is jouw schuld, want jij doet. Nou, eigenlijk wat Jaap zegt, doe vooral inderdaad minder vliegen. Dus dank voor jouw oproep en ik hoop dat iedereen dat doet. En daarnaast, pak die sector aan, want het is een gewone sector. Een gewone sector is eigenlijk een roofriderssector. En laten we die normaliseren. Maar ik steun van harte je oproep. Maar inderdaad, een van de grootste boosdoeners in de klimaatdiscussie zijn wij, de consumenten. Het is zelfs zo erg dat nu met die reclame voor kiloknallers en ga niet naar de Jumbo. Er gaan nu meer mensen kiloknallers kopen bij de Jumbo. Dankzij die advertentie die zeggen dat je het niet moet doen. De meeste consumenten gaan voor de laagste prijs. Dus daar zit wel een van de grootste problemen op. Maar ja, wie daar een oplossing voor heeft. Er is nog een vraag daar achterin. Ja, Ties noemt in zijn boek het feit dat KLM niet wordt meegenomen in de CO2-balans. Dat ze daar tot nu toe buiten weten te blijven, ook door lobbyen. Maar dat er juristen zijn die zeggen van dat het eigenlijk niet zou moeten. Dat ze er wel meegeteld zouden moeten worden. Is er al iemand mee bezig om KLM erop te wijzen? En ik zie Ties ja knikken. Ja, het is ook zo. Ja, maar Ties. Is zo. Kijk, dus sowieso die juristen bij verschillende NGO's die wijzen daar al op. En je ziet nu natuurlijk recent de aanklacht van Milieudefensie tegen onder meer KLM en Schiphol. Ze toch aan het klimaatakkoord van Parijs te houden. Dus daar worden de juridische messen geslepen. Ik durf alleen niet te voorspellen waar dat precies uit gaat komen. Daar ben ik geen jurist voor. Maar dat weet meneer Van Raam. Ja, voorspelling. Nou, ik ben daar wel eigenlijk wel optimistisch over. Als je ziet naar de agendazaak waarin Nederland eigenlijk veroordeeld werd om zich aan haar eigen afspraken te houden. En de Shell-klimaatzaak door Milieudefensie, zie je een enorme kanteling. En dan kan het heel snel gaan. Dus het idee van een klimaatplicht, een CO2-plafond, afdwingbaarheid, dat gaat nu heel snel postvatten. En dat moet ook, want het gaat nu heel rap, ook met de uitstoot. Dus ik ben daar wel op. Ik kan ook het niet voorspellen, maar ik denk dat het wel de goede kant op gaat, eerlijk gezegd. En je moet beginnen met een brief als je zoiets wil starten. Dat hebben ze dus gedaan. Maar ze zijn van plan om verder te gaan als het nodig is. Zeker weten. Ja. Nou, misschien nog één opmerking over de verhouding tussen Schiphol en de KLM als het gaat over krimp. Die krimp die zou moeten gaan over het aantal vliegbewegingen op heel Schiphol. En dat punt wat u maakte is heel terecht. Als dat zo gaat gebeuren, dan is de eerste vliegmaatschappij die daar de dupe van is de KLM. Want de KLM is gewoon zeer inefficiënt. Die anderen zijn veel efficiënter. Dus als die dan de markt vervolgens zijn werk laat doen, de KLM wordt dan zo voor een groot deel weggevaagd. Dat kan dus ook niet. Wat kan dus er ook niet? Want wat je dan inderdaad doet, dan vervang je het ene kwaad door het andere. Want nogmaals, die low-cost carriers, die zijn ingericht op een race naar de bodem. Dus die knijpen alles uit. En ook de goede arbeidsomstandigheden. En waar zie je dus... Waar zie je dus dat kunnen we niet toestaan. En waar zie je minder low-cost carriers? Op dure luchthavens.
Dus je moet de luchthaven duurder maken. Aan die knop kun je draaien, want 70% van Schiphol is in handen van de Rijksoverheid. 20% van deze gemeente waar we nu zijn. Ja. Dus we moeten Schiphol duurder maken. Dan zul je zien dat low-cost carriers niet meer hun gebruikelijke businessmodel kunnen toepassen. Maar het allerbelangrijkste is dat we naar een luchtvaart gaan die dienend is aan onze samenleving. Wat heeft onze samenleving nodig in plaats van wat we nu hebben? Namelijk een luchtvaart waar de samenleving dienend aan moet zijn ten koste van de mensen, de werknemers, de omwonenden en natuurlijk natuur en klimaat. Nog even over die omwonenden. U heeft een laatste vraag. De laatste, dat wil zeggen, want we zijn het half uur. Nee, er komt een microfoon. Dus ook voor de. Dat is... Ja, precies. Heel hard schreeuwen. Nee, maar het gaat er natuurlijk om dat wij zijn eigenaar van Schiphol. Daar moet dan de knoppen gedraaid worden. En dan zie je vanzelf hoe al die luchtvaartmaatschappijen reageren. En als KLM dan failliet gaat, dat is allemaal hun eigen probleem. Wij zijn de eigenaar. En de Rijksoverheid en de gemeentelijke overheden die moeten opkomen voor de omwonenden. En dat doen ze niet. Zo gauw ze dat gaan doen, dan kan ook de KLM en de hele reut kan allemaal krimpen. Eens. Zo simpel is het, mensen. Ja, we zijn eruit. Nee hoor, we zijn er helemaal niet uit, maar we gaan hier wel uit. Dank voor jullie komst. Zoals eerder gezegd, fijn om mensen hier te zien. Dankjewel Ties, beterschap en tot snel in levende lijven. Dank heren hier aan tafel. Oh ja, nog één, was dat kritische punt nou al voorbij gekomen over dat boek? Wat is de kritiek? Nou, het kritiek is heel simpel. Dat even heel kort door de bocht, hè, dan bent u ook ja, van. Ja. Dat een boek of een verhaal is niet echt geloofwaardig als er ook niet wordt gesproken over de risico's en de nadelen. Want dan wekt er snel de indruk van doelredenering en wensdenken. En er staat niks over in dit boek. Dus dan moet bij de derde deel 2. Er minstens 1 of 2 hoofdstukken bij, zou ik zeggen. Oké, nou dan wil ik toch Ties nog even het woord geven. Want dit kunnen we nou niet zomaar afronden. Ties, er ontbreken wat hoofdstukken. Ik denk dat dit iets te ver voor is voor nu. Voor de laatste secondes nog iets over vinden. Ik ben heel benieuwd welke risico's u dat precies bedoelt. Nou, risico's en nadelen. Het heeft natuurlijk ook nadelen. Een krimp op allerlei, niet alleen economisch, maar ook in allerlei andere opzichten. De mensen met de lagere inkomens, die kunnen de duurdere tickets niet meer betalen. Een hele reeks van nadelen zit hier natuurlijk aan vast. En ook reorganisatierisico's enzovoort. Het is wel, maar mijn punt is meer, die zijn er natuurlijk, maar er staat niks over in het boek. Dat is jammer. Is dat een bewuste keuze geweest, Ties? Nou, nee, ik zou het eerder willen bestrijden. Ik geef wel degelijk een oplossing voor de mensen die dan met een lage inkomen, die dan geen vliegticket zouden kunnen kopen. Dat zou je kunnen opvangen met een progressieve vliegtax, die aan tafel ook al even is besproken. Het risico op het verlies van werkgelegenheid van de laagbetaalde mensen, daar heeft meneer van Doesburg het uitgebreid over gehad. Dus ik zou toch willen bestrijden dat niet in mijn boek staat. Ja, en dat eerste punt wat u noemt, van dat geeft toch ook economische schade, nou haalt u uw eigen verhaal over Sabena onderuit. Nee, er is wel enige economische schade voor. Enige, ja, maar niet zo dramatisch dat we daardoor. Voor de bepaalde sectoren, voor de werknemers, die moeten, de werknemers zelf die in eerste instantie ontslagen worden, enzovoort, enzovoort. Maar je moet in het algemeen, zou ik zeggen, dus ook hier altijd ook expliciet zeggen: oké, maar wat zijn de potentiële risico's en nadelen? Kunnen we die mitigeren? Kunnen we er iets aan doen? Oké, nou, ik denk dat dat. Om het sterker te maken. Wat zegt u? Om het verhaal sterker te maken. Ja, ja, ja. Nee, het kan altijd beter natuurlijk. Maar ik denk, ik hoop althans, dat met deze aftrap van het gesprek over krimp, dat meer mensen erover gaan praten en dat ook dat soort aspecten worden meegenomen. Nogmaals dank voor jullie bijdrage. Tot ziens allemaal. Tot ziens.